Hallo. Ik ben Luc. Ik ben Murat. Dag Murat. Timar. Wilde u altijd al presentator worden? Ja, hoor. Ik was maar een kleine jongen, denk ik. 8, 9 jaar. En toen hadden wij een legendarische presentator. Maar ik spreek nu echt van de jaren 50, 60. En dat was een zekere Tony Corsari. Goedenavond, goedenavond, goedenavond allemaal. Goedenavond, dames en heren. Hier zitten in de zaal. Goedenavond, alle mensen. Maar ik was gefascineerd door wat die man deed. En ik dacht, oh, dat zou ik ook kunnen doen. Dus wat deed ik? Voor een spiegel gaan staan met een borstel, zo omgekeerd. En maar doen alsof ik alles en nog wat presenteerde. Goedenavond, 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 allemaal. Nu kan iedereen, denk ik wel, op tv komen. Er zijn ook heel veel reality soaps en zo, dat iedereen op tv kan komen. Hoe was dat vroeger? Toevallig lees ik in de krant. Herman Teiling wordt bestond al, maar er wordt een nieuwe afdeling opgericht, kleinkunst. En ik dacht, oh, dat is het. Dus ik naar Antwerpen en ik kom binnen en ik zeg, ik wil presentator worden. Ik sprak nog met de Limburgse re, ik lispelde nog een beetje. En ik zie die jury's achterover kijken, zeggen, wat gooien ze hier binnen? En toen zei ze, ja, eigenlijk, we hebben gedacht aan chansonniers, zangers, musicalsterren, kleinkunstenaars. Maar aan presentator hebben we niet gedacht, maar eigenlijk behoort dat ook tot het pakket entertainment, amusement. Dus we zullen een aparte afdeling voor jou mee in het leven roepen. En echt waar, ik heb heel veel hulp gehad van logopedisten, van voordrachthouders, tekstanalyse. Dat is mijn redding geweest, want daarzonder had ik het niet gekund. Maar het meeste heb ik geleerd met het te doen. Oké, dan kunnen we misschien naar zo'n programma kijken. Wat heb je? Dus, ja, ik weet het eigenlijk niet. Godverdikke. Dat is 1804 of zoiets moet dat zijn. Een goedemiddag, dames en heren. Hopelijk hebben wij u niet wakker geschrikt uit uw middagdutje. En wat is het precies? Dat is een zondagnamiddagprogramma en dat heette Binnen en Buiten. En wij deden 3 uur live televisie op zondagnamiddag in de winter tussen 3:30 en 6:30. Daar zaten gesprekken in. 3 uur live? Ja, ja, ja. Dat kunt je nu bijna niet meer inbeelden. Nee, en daar deden wij sportuitslagen, daar kwam mode in, daar kwam nieuws in, daar kwam gesprekjes in. Ja, maar je zag er ook wel heel, heel fancy uit. Moest dat? Moest je met in een... Nee, maar dat is voor mij altijd... Ja. Kijk, nu iedereen draagt wat hij of zij wil en dat vind ik ook maar goed. Maar ik heb altijd gedacht, als ik voor het publiek sta, dan is dat een vorm van beleefdheid dat ik mij casual kleed. Wat toen de grootste gemene deler was. En nu casual. Zit ik hier. Ja, ik bedoel, hemd, das. Is nu voor u casual? Ja, oh, wat is dat voor jou? Dit wat jij dit vind ik gekleed. Casual vind ik een jeansbroek en een t-shirt of zo. Nee, dat was toen... Iedereen... Ik denk dat er iemand op televisie kwam. Je ziet dat ook aan dat oud meneertje. Das, hemd, jas. Ja, dat deed je aan. Dat was casual. Ja. Eugène, ik zou zeggen, stel jezelf... Maar kijk de regie nu, hè. Eigenlijk zou een regisseur... Nee, zo. Voilà. Een dual shot moeten doen. Hè. Nu ja, komt de close. Maar daar zitten twee mensen naast ons die daar geen fluit mee te maken hebben en die zitten zo heel afwezig in beeld. Dat zou je nu als regisseur ook niet meer kunnen. Hè. En hoe komt dat de regisseur niet dacht van flitsen? Die had zoiets van, ja, dit is voor mij. Dat waren zo reglementen. Hè. Zo, iedereen moest zich toch wel houden aan een bepaalde standaard. En mocht u dan uw authentieke zelf zijn? Of werd er altijd van, dat mag niet, dat mag niet? Well, het was niet zozeer van, dat mag niet, maar dat was een standaard. Je diende beleefd te zijn, correct Nederlands te spreken. Ik denk dat jullie veel authentieker vandaag kunnen zijn dan wij in onze tijd. Een goede avond, dames en heren. Fijn dat u er weer bent voor de 4e en laatste keer, jammer genoeg, teleparty hiervan op het Brussels Radio en Televisiesalon. Wij hadden vroeger blauwe briefjes. Dus elke keer wanneer ik een fout uitsprak had, dan kreeg ik een blauw briefje. En dan, u heeft gezegd, ik zal maar zeggen, Solzhenitsyn, dat was een Nobelprijswinnaar uit Rusland. Het moet zijn Solzhenitsyn. Wist ik veel, om het iets te zeggen. En het gekste wat ik ooit gehad heb, was... ik moest het weerbericht lezen. Hè, en ik zei, dames en heren, morgen is er een bewolkte hemel. Kreeg ik een mail, of geen mail, een blauw briefje, want mailen bestond u nog niet. Hemel is klerikaal, u dient te zeggen neutraal bewolkte lucht. Kijk, dat soort dingen overkwam ons vroeger. Het staat in de sterren geschreven. We
Was dat met live muziek ook? Ja. Ik kon niet zingen, hè. Dat merk je wel, hè. Wat erg. Dat is wat ook jaren 70 of... Gelukkig. Allee, ik bedoel, ja. Zie je, en ik moet dan die kabel meeslepen en dan staat daar een madammeke met haar voetjes op. Goed dat ik ze er niet afval. Een beetje bloot kon toen ook wel al. Ja, maar dat noem ik niet bloot, hè. Dat was nog zeer zedig, hè. Het staat in de sterren geschreven. Dit wordt me een avondje uit. Gewoon gezellig u thuis amuseren met onze artiesten van vanavond. Bora en Sandy, Janine en Johnny, Norma Hendy, Rita de Neve, Jacques Raymond, Bobby Ranger en onze gast uit Nederland, Benny Nijman. Afschuwelijk. Afschuwelijk hoe die jongen dat doet. Hè. Ik zou mezelf geen 5 op 10 geven. Zou je dat dan nu anders doen? Ja. Alsjeblieft, laat ons hopen. Ik hoop het wel, natuurlijk. Hè. Stel, u zou het nu allemaal opnieuw doen. Mm-hmm. Zou u dat doen? Ja, ik zou resoluut kiezen voor hetzelfde vak. Ik weet niet of ik met het weinige wat ik in me had toen ik begon, of ik nog aan de bak zou kunnen komen. Maar ik heb heel veel te danken aan mijn opleiding en ook heel veel te danken aan de openbare omroep, dat ik echt zoveel jaar heb mogen leren zonder al te veel kleerscheuren. Super bedankt dat ik u mocht interviewen. En nog veel succes met uw volgend programma. Vroeger of later. Vroeger of later. Ga je kijken? Ah, wel, misschien wel. Ja. Oké. Okay. We hebben jong publiek nodig, dus kijk maar. Succes jij ook. Merci. Ik was heel erg geïnteresseerd.